Er zitten zeker invloeden tussen van de abstracte expressionisten, maar het heeft niet dat, dat macho gehaald. Het is veel, veel inclusiever. Het wil je niet omverblazen. Maar als je het de tijd geeft, zal het je wel omverblazen. En natuurlijk het feit dat hij niet zo een... nog niet zo'n wereldbekend is, maakt hem natuurlijk ook heel charmant, want dan kun je nog zo'n klein beetje zeggen, hij is van mij.